Volg Rode JC Kerkraden ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Ondanks de vervelende nederlaag tegen Vitesse was er zondagmiddag toch nog goed nieuws te melden. Laurent Deloorsche maakte voor het eerst dit seizoen, na maanden van blessureleed, zijn minuten in het eerste. Ik ben bij Zeist opgemeten geweest en daar is dan uitgekomen dat ik gewoon een te groot krachtverschil had tussen mijn linkerkant en mijn rechterkant. En dat is eigenlijk wat ik waarschijnlijk al een tijdje mee zulde. Ja, daar heb ik hard aan gewerkt om dat terug op te heffen en dan zou eigenlijk alles een beetje meer tot rust moeten komen en al die spierblessures een beetje verleden tijd moeten zijn. Maar ja, dat gaan we zien. Hè. Heeft het allemaal ook veel langer geduurd dan je had verwacht of sta je nu toch alweer sneller op het veld? Nou ja, het heeft lang genoeg geduurd dat die correcte diagnose werd gesteld. Dat was eigenlijk een beetje het probleem ervoor. Als je dan eenmaal weet wat dat er aan de hand is, is dat eigenlijk al een opluchting, omdat je dan aan iets kan werken. En dat heb ik de laatste paar maanden gedaan. En daar ben ik nog mee bezig om alles gewoon goed te krijgen. En die minuten gisteren zijn weer een goede stap in die richting. En vanavond weer een paar minuten met de tweede. Een goed deel van de wedstrijd. En dan krijg je nu dat ritme van die wedstrijden terug onder de gordel. Dat is belangrijk. Vorig jaar ben je ook lange tijd geblesseerd geweest. Ja, dat heeft dan dus met dat krachtsverschil te maken. Denk je dan nu dat je echt anders terug kan komen? Nou ja, het is altijd. Sowieso ben ik al genoeg in mijn carrière teruggekomen van blessures. En aangezien kom ik er altijd wel sterker van terug. Dus de bedoeling dat nu ook weer gebeurt. En dat ik weer mijn steentje kan bijdragen aan de ploeg. Maar het is niet meer belangrijk wat er vorig jaar allemaal en zo gebeurd is. Of wat er in het verleden ligt. Dus daar kan je niks meer aan veranderen. En nu kijk ik weer naar eigenlijk volop de laatste drie wedstrijden voor de winterstop. En voornamelijk na de winterstop, waar ik dan toch eigenlijk naartoe gewerkt heb om dan weer helemaal echt gewoon 100% te zijn.